Hallo kijkers van GamerKingNL, GamersKingNL, hallo, hoe we dat ook zeggen. Dat boeit eigenlijk helemaal niks, want hier is zeg maar, wie ben jij? Hallo, Liam hier. Ja. Hello. Jullie kennen hem vast al wel. We zouden een tijd geleden, zouden we nog Daisy. Daar kregen we vet veel reacties op van dat het Daisy moesten zeggen. Nou, dat maakt niet uit. We zouden dit nog een keer gaan recorden en spelen, dus hier zijn we. Ja, beter later nooit, hè? Ja, dus, oh ja, we zullen even een beetje uitleggen. We gaan niet alles recorden. Sommige stukjes halen we er ook uit, want als jullie weten welke server we zitten, gaan jullie ons kampen, destroyen en bla 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 bla. Ja, dat is niet fijn. Nee, dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Nee. Dus, wat gingen we doen? Ja, we waren onderweg naar Electro, hè, om een nieuw spel te halen. Oh ja. We hebben al een kamp en we hebben alle wapens en zo, maar... Ja. Om er wat extra alles van vast komen. Ja, oké, waar gaan we heen, die knop? Ah, we kunnen hier wel omheen lopen, zo. Ja. Even goed, geen zombies. Vet hier rond. Nee. Ik kan. Oké, okay, en als we niet zoveel praten, dan zitten we gewoon echt helemaal in het spel. En, ja. Kan dat gaan gebeuren, zoals dat we geen record. Ja. Ja, het is altijd nog flink stuk wandelen bij deze. Dus. Ja. Sommige stukjes gaan we ook fast forwarden. Maar dan zeggen we het al even van tevoren. Ja, dat kan wel, ja. Ja. Tenzij er wat interessant gebeurt onderweg. Ja. Zombies. Ja. Die kan ons zien. Ja, die kan. Ja, zag je ons? Nee, maar ik kan niet. Ja, ja, ja. Zit achter je aan. Oh. Hoezo altijd achter mij aan? Jij valt op. Nou, bedankt. Moet eigenlijk ook zo'n camouflage pakken vinden. Ja, 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 die zijn vet zeldzaam, maar ja. Moet ook misschien killen of nog iemand onderweg zo. Ja. Ik hoor de zombie gewoon achter me aanzetten. Is het maar één? Oh, hij is al weg. Oh ja. Maar anders we kunnen hem wel killen als het er maar één is. Ja. Ik heb geen ammo meer, hè, mijn dinges. Geen ammo meer in je bijl? En mag wel. Ja, in mijn bijl wel, maar in mijn pistooltje niet. Ja. Oké. Okay. Doe doe doe. Hey, de weg. Ja. Ja. Oké, Ja, we zijn nu onderweg naar Electro om even wat boodschappen te doen in de boodschappenwinkel en misschien even wat bloedpakken te halen en wat wapens te scoren ofzo. Ja. Niet alsof dat we er gaan betalen, we gaan gewoon de hele winkel beroven. Ja, precies. Met twee mensen met pet en nap en dikke bijlen, nou valt dat niet op. Nee. Ik heb wel bijna honger, hij is nog niet helemaal vol rood, maar hij knipt het nog niet. Oké. En ik heb maar één keer vreten mee dus. Ah, oké. Okay. Ja, we zijn er bijna, dan kom ik zo die winkel wel tegen. Dat komt wel goed. Ja. Nou, met een beetje mazzel krijgen we nog wat leuke footage. Dat we nog wat gaan zitten vechten of zo. Maar... Ja. Ik weet niet hoeveel mensen zitten er nu op dit moment in. Heb ik snel gekeken. Ah, het zijn er niet zo heel veel. Ja. Niet zo heel veel mensen in de server op dit moment. Dus... We gaan niet zeggen welke server we zitten, want... Ja. Nee, precies. Zijn niet dom. Nee. Oké. En dan valt jullie misschien op, ik volg Liam, die volg ik constant, omdat ik mijn god niet weet waar we heen gaan. Ja, ik kan nog geen kaart lezen, maar kom nog wel, kom nog wel. Ja, anders moet ik steeds al tabben. Ja. En dat kan niet. Ja, dit is gewoon alsmaar rechtdoor, gewoon die stomme weg volgen, dan kom je er wel. Ja. We moeten gewoon even een heuveltje op om even te kijken of er nog mensen in de stad zijn, of we afgeknald zodra we naar binnen lopen. Ja. Wat we misschien ook al kunnen doen, want Fissek die heeft ook Arma 2 zo gekocht. Ja. Misschien dat hij ooit een keer kan meedoen, als hij dat ja, wil. Ja, tuurlijk. Ja, kan wel. Ja, dat is kan wel, ja. We zullen hier maar even een heuveltje op ofzo, om even de omgeving een beetje te verkennen. Anders wordt het zo afgeknald. We zaten gisteren ook te spelen.
En toen liepen we zo die stad in. En ja, er zat zo'n sniper. Ja, gelukkig kon hij niet mikken, maar we waren bijna dood. Ja. Maar we zijn nu nog geen één keer dood geweest. Nee. Goed, gaat goed. Ja. En we spelen nu 2 dagen of zo. En daarvoor maanden geleden nog eens een keer. Ja. Dit is een private hive. En hier ben ik nog. Dat is, betekent dat die los staat van alle andere servers. Dus ja, ons loot en zo kunnen we niet mee op andere servers nemen. Dus als jullie requests hebben of zo. Dat we met jullie willen spelen of zo. Dan zal dat waarschijnlijk niet gaan met ons huidige spel. Nou, je moet misschien iets harder praten, want ik heb het gevoel dat je een beetje zacht is. Ja, shit, ik heb een. ik heb mijn verrekijker in de tent laten liggen, geloof ik. Ik ook! Oh, ik het niet. Niet? Nee. Oké, okay, dan ik drop hem hier wel even. Ik ga even een beetje scannen. Ik drop hem wel, maar kijk, wacht, hoe doen we de verrekijker open dan? Stop maar in je rugzak anders dan, kijk ik wel even. Ja, hoe? Wow. Als je, gewoon de rugzak openen en dan erin proppen. En als je het erin getrapt hebt, dan kan ik het eruit halen. Oh ja. Shit, hier. Zo. Nu is hij op de grond waarschijnlijk. Op de grond? Heb je hem gedrapt? What the fuck? Waar is hij nou? Slim. Wat zit hij in mijn bag? Ja, ik zal even openen, dan kan ik kijken. Ja, hij zit in mijn bag. Ja, oké. Okay, ja, ik zal even open backpack. Je loopt een beetje naar achteren. Oh, serieus? Kut. Losing connection. Ja, je kan die bag niet echt openen. Maar er staat ook nog 2 cola blikjes in, toch? Ja. Ja, dan klopt er iets niet, want iedere keer als ik hem openmaak is hij helemaal leeg. Wow, en nu sta jij meters voor mij. Okay. Je staat een beetje ver weg. Ik denk dat ik even opnieuw moet inloggen. Oh, kicked off the game, ja. Ja. Nou, we wachten hier even. We gaan even zitten met dit knopje. Volgens mij, ja. Zo. Gaan er gewoon even bij zitten. En anders weet jij ook wel hoe die verrekijker werkt, toch? Ja, denk ik. Ja, oké, dan moet ik hem eens even pakken. Open bag. Gewoon even de stad en even dat pakje even verkennen. Dat waar we nu zo heen gaan. Hè, dat die vuurtoren of dat. Die brandweerkazerne of zo. Wat dan met. Ja. Hoe kan ik die verrekijker nou dan weer pakken? Oh, zo. Uit je tas, ja. En hoe gebruik ik hem? B. B. Oh ja. Oké, we gaan even verkennen. Kan ik inzoomen? Misschien als je rechtermuisknop ingedrukt houdt? Nee. Oké, ja, ik weet niet. Voor de raampjes kijken. Ik zie wel allemaal zombies lopen, maar. Ja, in de stad zelf of bij die centrale waar? In de stad. Ik heb nu mijn versier. Oké, okay, dan kan het zijn dat er gewoon spelers zitten. Dus dan moet ik even oppassen. Ik zie daar allemaal zombies. Oh, ik zie een speler. Ja, serieus? Ja. Waar ben jij? Ik zie je niet. Oh, daar, ja, ja. Ja, er zit een speler. Zeker weten? Ja. In de waar stad. Ongeveer? In de stad. Waar ongeveer in de stad? Waar in de buurt? Kut. Ik zie hem ook geloof ik, of niet? Of is dat een zombie die kruipt? Hij staat, ik weet maar gewoon niet wat het is. Ik zag hem in ieder geval net lopen. Wacht, ik drop mijn Ik hoor niks meer, jongen. Ik hoor je bijna niet meer. Hallo? Hallo? Ja, ik zet even de muziek wat zachter, hoor, van het spel zelf. Ja. Goed idee. Oké. Nou, wou je het proberen of? Ja, waar is mijn ding nu dan? Oh, pak hem maar op de grond. Oh, zie je het, ja. Ik pak hem wel even. Ik check wel even waar die is ongeveer. Maar... Hier recht voor je in dat weggetje. Ik zag hem lopen. Hij had niks in zijn hand. Niks in zijn hand? Nee, hij had niks vast. Was hij naar de supermarkt of naar de... Hij ging naar links. Naar links? Ging hij de stad uit? Nee, in.
Hij ging naar links toe. Dat is rechts, toch? De stad in. Oké, hij ging naar links toe. Hij zat al in de stad. Ja, hij ging bij de kerk vandaan. Hij zit in de stad, sowieso nu. Bij de kerk, oké. Ja, en als hij nu recht voor je kijkt, dan zie je een weggetje, hè, met auto's erin liggen. Of wraken, of wat het ook zijn. Ja, ja, overal. Daarom is hij ergens naar links toe gegaan. Oké, ik zit even te kijken, maar... Het is geen sniper, het zal wel wat meevallen, denk ik. Ja, hij is... Ja, we gaan er gewoon heen. Ja, dat kan wel. Oké, ik ga eerst maar even langs die brandweerkant. Was hij onderweg nog een schip maken, denk je? Daar moeten wij heen, dus... Ik weet niet. Nou, we kunnen eerst wel proberen gewoon bij die brandweerkazerne langs te gaan en dan... Ja. Op 40 lopen. Oh kut, ik moet eten. Oh. Food. Eat food. Als hij niks in zijn hand had, misschien is het ook wel een noob of zo dan. Ja. Want je spamt in deze server standaard met een bile, dus... Ja, hij heeft niks in zijn hand. Oké. Okay. Of misschien was het een klein pistooltje dat je niet kon zien of zo. Ja, dat kan natuurlijk ook. Waar is de brandweerkazerne? En dat ding daar voor ons? Ja, recht voor ons, ja. Een beetje rechts. Een beetje links bedoel ik. Okay. En we lopen. Het is eigenlijk de eerste keer dat we een speler echt zien, hè? Ja, nou ja, gisteren waren we bij Tenten in Starry Sober. En daar hoorden we wel het groten en zo, maar we hebben niemand gezien. Nee. Ik zag hem echt kruipend zo en dan ging hij ergens liggen. En toen liepen we weer verder. Ze komen wel langs. Ze komen wel langs om die Tenten te looten. En dan schieten we ze gewoon neer als ze naar binnen willen lopen. Maar ja. Dat is nooit gebeurd. Een helikopter die vloog over. Ja. Kijk, zulke soort dingen gaan we dus ook echt recorden en uploaden. Duurt alleen een beetje lang met renderen, maar... Dat is... Oh, ik dacht even dat ik een speler zag, maar dat was gewoon een zombie. Oké, nou ja. We lopen gewoon rustig door, we zien hoe het gaat. We hebben niks waardevols bij ons. Nee. Je ziet dat misschien wel night vision gebruiken en dan denk je van wat een idioot dat ze die mee hebben genomen. Maar daar spam je nu ook mee in deze server met night vision. Dat is best wel handig. Als we dat niet hadden, hè, dan hadden we gisteren een probleem. Ja, dan hadden we niet meer ergens kunnen lopen of zo. En we zijn nu wel, heb je night vision nu wel mee dan? Ja. Ik dacht van die heb ik niet in de tent gelaten, want je spamt er toch mee dat ik dood ga. Ja. Of in één keer hebben ze dat eruit gehaald, dat ze wel. Ik weet het even. Oh, zombies. Sneaken er wel even omheen. Ja. Server reboot in 13 minutes. Ja. Oh shit, we hebben immers ook steeds van die berichtjes rechts onderaan. En daar zie je op een goed moment ook de servernamen zo in staan. Ach. Dat is kut. Ja, dan knip ik hem wel uit als we dat zien. Oké. Nou, dat kan volgens mij handig gaan. Zo, ik hoop niet dat we gezien worden die zombies van meteen, want we hebben nog helemaal niks van water. Deur kan niet open. Ik denk dat het net goed moet gaan, of die is al lang geschuiven. Oh ja. Nee, we killen hem wel als we binnen zijn. Ja. Er zit er maar eentje dus. Ze gaan niet af vet slaan, dus we hebben wel. Ja. Au, we hebben nou gehit. Dat is zo'n dikke afstand. Au, mij ook. Gaat die nou nog dood? Ik weet het niet, joh. Ik zie hem niet doodgaan. Je bloedt. Ja, ik ook. Ik heb bandages mee. Ja, ik bloed niet, maar jij wel. Ja. Oké. Wat ligt hier allemaal voor shit? Waardeloos. Ja, echt. Maar alleen maar crap. Een wapen vinden zou wel op zich wel nice zijn. Ja, ik zou... Jij kan wel een Makarov kogel zoeken. Je hebt een Makarov bij je, maar... Ja. Ik wil nog niks. Hier ligt ammo. Kijk, wat is dit? DMR Mag. Oh, daar heb ik niks aan. Ja, tenzij we een DMR vinden, maar... Ja. Weinig kans. Ugh, helemaal niks interessants hier. Ja, een smoke grenade, that's it. Oh, hier ligt wel wat boven. Wat is dit?
Oh, nee, niet take empty can. Oh mijn god. Wil je nog met een empty can? Leuk, jong. Drop. Gear. Ech, helemaal niks boven, nou. Troep. Wel een arrow, maar daar hebben we niks aan. Nee, helemaal niks. Misschien een macro-off, maar voor jou. Misschien maar... hierboven? Nee, heb ik net gekeken. Oh, inderdaad alleen maar crap. Ik kon nog niet van die trap afbeuren. Nee. Ik weet het niet. DMR-merk, ik zie hem nu ook liggen. Ugh. Nou. Oh, ik glijd er vanaf. Ik ook. Oh. Ik zit vast, oké. Daar zijn we weer. Beetje buggy. Nou. Oké. Okay. Oh, die zombie heeft niet toevallig ook nog wat erbij zeg. Zou het zijn als hij opeens een wapen gaat of zo? Nee. Nou ja. Oh, kut, speel. Hij zegt wat, hij zegt. Oké. Hij zei je don't shoot me. Hallo? I'm not gonna shoot. Oké. Thank you. Hallo. Nou, dat is dus een speler. Could you kill the zombies? Because my weapon's kind of too loud. Yeah. I can try. Sit him in a second, do anything to you. Yeah, he's dead. Watch out, there's one behind you. What? Oh, yeah. That kind of scared me. Oh, crap. Oh. Another one. Ow. They gone. Yep. So, where y'all heading to? Just checking out the town. Maybe find some stuff. That's cool. Yeah, I was just gonna loot this for more stand that game. Yeah, alright. I didn't find any in here though. Just, it's mostly empty. Yeah. Alright, I'll leave y'all be. Alright, bye. See you. Bye. Ik hoor hier wel dubbel mee. Ja. We hebben geluk dat ik niet op ons schoot, hè? Ja. Nou, soms tref je een vriendelijke speler. Nou, dat is altijd leuk. Maar... Ja. Ja, en... En dan komt hij zo meteen terug, bam, headshot. Ja, dat zou kunnen, maar dat lijkt me niet. Oh, ik heb weer zombies. Gewoon rennen. Kom op, die staat recht, die staat in. Oh. Dat is dus een speler die ik zag. Ja? Ja. Wat nou een beetje niks in zijn handen. Ja, hij had serieus, dan kon ik misschien, dat kan... Oh, wow. Oké. Hij roept al de zombies op de map, lol. Zal hij dood? Nee, hij gaat vast niet dood. Wow. Nice. Hij helpt ons, denk ik. Ja, oké, wat wij gaan beginnen. Ja. Gaat hij niet dood? We zijn heel dom bezig nu eigenlijk, maar ik wil niet bij die gast in de buurt blijven. Ik weet maar nooit of hij slaat gek te doen. Maar hij weet wel, de meeste mensen op de server zijn wel aardig. Ik wil wel vaker met ze mee en zo. Dit is meer gewoon. Een soort van guild server, om zo maar te zeggen. Dus de meeste mensen killen nu elkaar niet. Ja. Maar ja, je weet wel, je ziet hier nog vaker berichtjes van die je is killed. Dus. Ja. En je hebt meestal meerdere clans. Dus... Hé, hey, een rugzak! Ja, daar heb je niks aan, deze is veel beter. Oh. Een Magrov. Oh, daar heb ik niks aan. Ja, help even mee met killen, jong. Oh ja, kut. Oh, kut. Ik heb geraakt. Kut! Hoezo switcht dat ding nou weer van wapen? Nog even burgerig iets. Dood, oké. Nou jongens, ik bedank jullie voor het kijken. Als jullie dit leuk vinden, geef dan een thumbs up. Als jullie het niet leuk vinden, geef je ook een thumbs up natuurlijk. Ja, en post even in de comments... Of jullie dit echt leuk vinden. En dan gaan we hier gewoon weer door. Ja.
Nou, zeg ik ja. Oké, okay, nou ja. Ja. Bye. Oh, zombie. Au, 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 au. Shit. Wow. Dat ding beukt er gewoon fucking doorheen. Ja, ik kill hem van de andere kant. Oké, okay, dan moet ik eerst even een bannetje. Oh, gelukkig heb ik die meegenomen. Oké, okay, jongens, ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Adios, amigos. Hoi, adios. Oh, hier ligt een macro-off-mac voor je.